De 5 boten die in het Saramaka-kanaal liggen, waarvan enkele zijn gezonken, zullen verwijderd worden. Minister Krishna Kumari van Defensie zei gisteren in de DNA dat een inspectie van de boten heeft uitgewezen dat alle motoren, generatoren en elektrische apparatuur uit de boten zijn gehaald. Het gaat om 8 boten die enkele jaren terug door de overheid waren gekocht en aan een particulier waren gegeven. De boten hebben volgens Matura geen waarde meer. En niet ingezet meer kunnen worden. Dus het enige wat we kunnen doen is de boten verwijderen, zodat de veiligheid eigenlijk niet verstoord wordt, de doorgang niet verstoord wordt. En dat gaan we doen. En wij hebben dan een bedrijf eigenlijk in de arm genomen, of de stukken worden dan voorbereid voor de Raad van Ministers, om op een professionele wijze die boten eigenlijk te verwijderen, zodat het kanaal vrij is en de sluisdeuren ook van tijd tot tijd open kunnen gaan. VHP-parlementariër Nisha Jakri stelde voor dat de boten niet geborgen moeten worden als souvenir. Haar collega Shaan Binda wees erop dat boten niet zomaar verkocht mochten worden. Ze heeft het gehad over de 5 boten die niet meer voldoen aan de eisen van het ministerie. Minister, in hoeverre bestaat de mogelijkheid dat we die 5 boten op scrap kunnen verkopen in plaats van ergens als een monument op te bergen? Dank u wel. In het verlengde ook van opmerking van geachte lid Jakri wil ik ook aangeven dat boten niet zomaar weggedaan worden. Kijkt u naar de mogelijkheid om ze te velen, zodat we safe spelen. En dat hoe weinig ze ook opbrengen, dat het ten goede van Defensie komt. In reactie hierop gaf minister Matura aan dat het gaat om fiberglass boten. Ze zullen geborgen worden en afhankelijk van de restwaarde zal er een besluit genomen worden.